I could tell you how I feel, to be the pain of someone. You could tell me why that seems to deprive you of something. I could tell you what it means to me, if only I'd heard a word about you. Oh no, I will never ever miss you. I could tell you how I feel, to be the pain of someone. And you could tell me why that seems to deprive you of something. I could tell you what it means to me, if only I'd heard the world about you. Oh no, I will never ever miss you. You should keep your distance. If you don't, it would only give me pain. It's gonna make it up for your mistakes. Cause even if I know you can't, I hope you can. I know that time would make a difference. It's something that you could apply for yourself. But even if it's true, we've got nothing to celebrate. I could tell you how I feel, to be the pain of someone. You could tell me why that seems to deprive you of something. I could tell you what it means to me, if only I'd heard the world about you. Oh no, I will never ever miss you. My parents, they would have helped me to know who I am. And yeah, I know that it would be useless as compared to other friends. And if I feel a mark or prison in the song's mother sings to me when I go to sleep, it's only cause she sung this tune to someone I never met. Er zijn al een aantal diploma-uitreikingen aan het doen, mensen vinden het wel. Ja. Allerlaatste tijd, richting 2017, jullie zijn geslaagd. Ja. Op het woord geslaagd gooien zij de mensen. Ja, oké. Moet ik doen, nu? Nee, nee, ja, straks. Oké, is goed. Maar roep ze nou maar binnen. En dromen is er toch, dus iedereen is aanwezig. Er was net één iemand afwezig dachten, maar die is er. Dus dat is goed weet.
geachte aanwezigen, van harte welkom op deze bijzondere vergadering van de examencommissie Geneeskunde, waarin aan veel van de aanwezigen een bachelordiploma voor de studie Geneeskunde uitgereikt gaat worden. Vooraleer we tot de ceremonie over zullen gaan, wil ik toch eerst even van de gelegenheid gebruik maken om mensen die hier aanwezig zijn achter deze tafel voor te stellen. En dan geheel voor u helemaal links zit Judith Sieben. Zij is bachelorcoördinator voor de studie Geneeskunde. En daarnaast zit Emma Sanders van de medische studievereniging PULS, die ook nog hier het woord zal voeren. En gedurende de uitreiking van diploma's ook als voice-over zal fungeren van de door de studenten zelf aangeleverde teksten. Er zijn een aantal praktische opmerkingen die ik nog wil maken. Ik wil graag dat iedereen even eraan denkt om zijn of haar mobiel uit te zetten. Dan heb ik mijzelf nog voor te stellen. Ik ben zelf Tammo Delhaas. Ik ben hoogleraar biomedische technologie aan deze instelling en kindercardioloog. En ook tevens lid van de examencommissie. En in de laatste hoedanigheid ben ik ook gerechtigd dan om de diploma's hier uit te reiken. Dan nog een laatste woord voor we overgaan tot wat ik nog wat andere woorden tot jullie richt. Is dat dit een livestream event is. En dat ik dus ook de mensen die niet hier aanwezig kunnen zijn, maar het wel op dit moment willen volgen of kunnen volgen via de livestream, ook van harte welkom heet. Goed, waar gaat het om? Voor diegenen onder ons die zonder een nieuw verworven diploma de zaal zullen verlaten, en het zullen met name ouders, grootouders, broers, zussen en vrienden van de kandidaten zijn, zal ik nog even een korte toelichting geven op de ontstaansgeschiedenis van het bachelordiploma. Bachelor is een term die voor het eerst opduikt in de 12e eeuw in combinatie met het woord ridder. En dan werden met de woorden knight bachelor de ridder aangeduid die eigenlijk te jong of te arm was om vazallen te verzamelen onder zijn eigen banier. Vanaf de 13e eeuw duikt de term ook op in gilden, aan universiteiten en aan geestelijke orden, waarbij dan de jongere leden of de mensen met de laagste academische graad werden aangeduid. Dus jullie staan inderdaad aan het begin van een carrière en zie dit ook niet als het eindpunt wat je ooit bereiken moet. In het laatste geval, dus over die laagste academische graad, werd dan de term baccalaureatus gebruikt. Hetgeen waarschijnlijk een samenvoeging is van de middeleeuws Latijnse term baccalarius. Dus, en dat is mogelijkerwijs een voorloper van bachelor, zoals we dat dan kennen in het Engels. En laureatus, wat gelauwerde betekent. En in het Engels maakte men daar dan weer bachelor van. En dan gebeurt er wat. In die 14e eeuw is dat dus dan wel mooi dat het allemaal baccalaureatus heet. Maar dan gaat er eigenlijk gewoon de werelden gaan een beetje uit elkaar. En dan blijkt dat in ieder geval de lage landen, hè, waartoe Nederland en misschien ook wel de Vlaamse provincies behoren, dat er dan afgeweken gaat worden om mensen baccalaureus te benoemen. Maar dat kandidaat en doctorandus en uiteindelijk de laatste academische titel die je kunt, of de examen wat je kunt afleggen, is dan doctor te worden. Dus kandidaat om doctorandus te worden. En doctorandus is hij die nog moet promoveren. En dan doctor dat je gepromoveerd bent. Goed, jullie staan dus aan het begin. In Engeland is het alleen heel vreemd dat de geneeskundeopleiding in heel veel gevallen afgesloten wordt met een bachelor. Dan ben je daar medical bachelor en bachelor in surgery, MBBS. En dat is bij ons niet het geval. Wij gaan hier allemaal door voor de Master of Science. En dit komt omdat we in Nederland ons in 1999 hebben de Bologna-verklaring ondertekend. En dat was dan het startsein voor de geleidelijke invoering van het BAMA, het bachelor-master onderwijssysteem in Nederland. Ja, dat de graad bachelor, moet je alleen weten dat hij zowel aan het hogere beroepsonderwijs als op een universiteit behaald kan worden. En dan om onderscheid te maken, of te kunnen maken met de professionele bachelor, dus die bachelor die aan een hbo-instelling wordt gehaald, worden bij academische bachelors de internationaal herkenbare specificaties Bachelor of Arts, Bachelor of Science en Bachelor of Laws gebruikt. En dan is het opmerkelijk dat Nederland toch weer een uitzonderingspositie inneemt, want in Nederland is het mogelijk om een Bachelor of Laws te halen via hbo-rechten. En er zijn ook wel sommigen onder ons die zeggen, ja, in Nederland maakt nog een uitzondering, want je kunt ook een Bachelor of Science halen met een hbo-opleiding geneeskunde. Maar goed, dat is om jullie al, daar wil ik jullie niet mee tekort doen wat jullie allemaal hebben gedaan. Dat zijn niet mijn woorden natuurlijk, dat zijn andermans woorden.
Beste kandidaten, het behalen van jullie bachelor-diploma markeert voor jullie de overgang van de grote vrijheid-blijheid van de eerste 3 jaren van het studentenleven naar de even grote, misschien nog wel grotere vrijheid-blijheid van het co-assistentschap en de GESP- en WESP-stages. Jullie ouders zullen in de loop der jaren wel te weten komen waarvoor de termen GESP en WESP staan. Ook zullen zij in grote getalen ervaren dat de Universiteit Maastricht als reisbureau fungeert voor studenten. Sommige studenten zijn er een ster in om co-schappen te volgen in soms zelfs wel 3 continenten. Dus aanwezigen, met name dan de ouders, maak uw borst maar nat, trek uw portemonnee maar open. Want ook bij de vorige diploma-uitreiking was weer duidelijk dat inderdaad zeker de helft gewoon co-schappen ging lopen in het buitenland. Dat ze dan naar Tanzania, Sri Lanka, Brazilië, you name it, vertrokken. Voor natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel van de studie. Goed, ik wilde ook nog even stilstaan bij hetgeen de kandidaten tot nu toe hebben geleerd. Naast het verwerven van vakinhoudelijke kennis en kunde, hebben ze zich namelijk ook ingezet om hun vaardigheden ten aanzien van communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, alsmede professionaliteit en kwaliteit op het gewenste niveau te brengen. En dan om die ontwikkeling in elke rol inzichtelijk te maken en om duidelijk te krijgen wat het niveau is, of waar hiaten zijn, CQ waren, hebben jullie tijdens je opleiding veel kennistoetsen afgelegd, maar ook moeten reflecteren op eigen handelen en is er ook, wordt het nou het professioneel gedrag beoordeeld. En dan kom je bij een rol van de examencommissie, die moet namelijk kijken of het dan op verre wijze beoordeeld is of iedereen aan de eindtermen voor de bacheloropleiding geneeskunde voldoet. En natuurlijk heeft iedereen van jullie die vandaag een diploma zal krijgen aan deze eindterm voldaan, anders zouden jullie hier niet staan. Er zijn alleen een paar personen in deze zaal die op uitzonderlijke wijze aan de eindtermen hebben voldaan, namelijk met lof, oftewel cum laude. En ik kan u vertellen dat het geen sinecure is om cum laude te halen wanneer je dus aan zoveel eindtermen moet voldoen, of in ieder geval competenties moet hebben die op voldoende niveau is. Ik wil u alleen wel vertellen dat wij als examencommissie er bijzondere waarde aan hechten, dat ook het niveau vakinhoudelijke kennis en handelen, dat dat juist met een goed minimaal moet afgesloten worden om ook voor de andere competenties dat die mee kunnen tellen. Dus is je kennis onvoldoende, dan kun je nog zo empathisch zijn, maar dan heb je niks aan. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat wij weten dat de meeste tuchtzaken in de geneeskunde voortkomen uit het onvermogen om goed te kunnen communiceren met de patiënt. Dus vanuit dat standpunt is het dan ook wel weer handig. Je kunt nog zoveel kennis hebben, maar heb je de liefde niet, de liefde voor het vak, de liefde voor de patiënt en de liefde in het algemeen misschien, dan ben je nog geen goede dokter. Met dat gezegd hebbende wil ik nu overgaan tot de feitelijke diploma-uitreiking. En daarbij zal ik dan stuk voor stuk de kandidaten oproepen om hier naar voren te komen. Even een punt van orde is, je wordt verwacht als kandidaat eerst bij mij te komen. Dan krijg je je diploma. Nadat je diploma hebt gekregen, dan loop je voor de tafel langs om uiteindelijk een roos in ontvangst te nemen. Met die roos en je diploma en mogelijkwijs met je hoed ga je op de foto al daar. En vervolgens kun je nog een boekje halen, of moet je een boekje halen, moet, bij de vertegenwoordiger van MSV Puls. Wat ik doe is, omdat er namelijk best wel veel kandidaten zijn, dat ik gewoon iemand roep naar voren. Dan is dus de voice-over, gaat een rol spelen. Ja. En je mag dan klappen natuurlijk als mensen naar voren komen. Dan krijg je het diploma en op het moment dat de foto gemaakt wordt, dan roep ik de nieuwe kandidaat op. Omdat we anders ook gewoon te weinig tijd hebben om te doen. Volgens mij zijn dat de praktische opmerkingen die ik nu moet maken. Zijn jullie er klaar voor? Dan beginnen we nu. En het zijn dus de eerste mensen die ik dus nu ga oproepen, zijn degenen die cum laude hun diploma gehaald hebben. En dan, even kijken hoor. Vera, ja. Ik moet hem hier neerzetten. En dan beginnen we met Vera Goedemond. De afgelopen,
Hij staat niet aan. De afgelopen jaar... Wacht even. Dat zal nu... Ja? Oké. De afgelopen 3 jaar heb ik erg veel geleerd. Het eerste coachschap zit er nu alweer op. En het uitslapen heb ik niet eens zo heel erg gemist. Ik ben klaar om veel meer te leren de komende 3 jaar. Komen we nu bij Mitch Hoogstraten. Na mijn bachelor gezondheidswetenschappen was ik ontzettend dankbaar en vooral enthousiast om aan mijn bachelor geneeskunde te mogen beginnen als zijinstromer. Nog dankbaarder ben ik voor het feit dat ik de afgelopen 2 jaar voor mij absoluut heb bevestigd dat ik dit voor de rest van mijn leven wil blijven doen. En vol passie. Stan Melgers. Ik hou van reizen, het onbekende ontdekken en nieuwe dingen uitproberen. Ik heb in het eerste jaar van mijn studie mijn grote steun, reismaatje en tevens vriendin ontmoet. Ik hoop haar in de toekomst ergens te gaan werken waar ik mijn hoofd bij moet gebruiken en mensen kan helpen. Alexander Truijens. Ik wil graag de wereld zien, klimmen en eeuwig student zijn, denk ik. Manon Wiersma. Ik heb met veel plezier mijn bachelor doorlopen en daarnaast het honors program gedaan. Ik heb zin om in december eindelijk aan mijn coachschappen te beginnen en kijk erg uit naar mijn WESP in Australië, waar ik in maart aan zal gaan beginnen. Yves Willems. Ik heb mijn bachelorperiode ervaren als een bijzonder interessante, leerzame en bovendien plezante tijd. Ik ben nu bezig met mijn coachschap snijdend in het Zuiderland, locatie Sittard. En kijk uit naar mijn verdere coachschappen. Op dit moment gaat mijn interesse uit naar oncologie. Goed, dit waren de kandidaten die cum laude hun bachelordiploma hebben behaald. Ik heb dit nog laten gaan, dat het dus geklapt werd voor en na. Maar ik wil u vragen om bij de volgende, het zijn 74 kandidaten volgens mij, om dan 1 keer te klappen. Dat is het moment of fame dan zeg maar van degene die dan naar voren komt. Maar dan het tweede moment niet meer te doen, dat is dan voor de volgende kandidaat. Goed, dat gezegd hebbende wil ik nu overgaan tot Emma Sanders, die het woord gaat voeren namens de medische studievereniging PULS, het woord te geven. Emma. I have a dream. Dit is vast een uitspraak die jullie allemaal zullen kennen, maar ook misschien zullen herkennen. Verplaats je in het moment dat jij... Op het moment stond om mee te doen aan de decentrale selectie. En toen uiteindelijk te horen kreeg dat je bij geneeskunde ingelood was. Een droom om geneeskunde te gaan studeren. Uiteindelijk ben je hier nu ook gekomen. De droom om je bachelor te behalen. Maar er komt nog veel meer. Nu komen de coachschappen. Wat hebben jullie de afgelopen 3 jaar nou eigenlijk allemaal gedaan? Heel veel uren in deze collegezaal doorgebracht. Ik had even uitgerekend. 4 uur per week in de eerste 2 jaar, dan kom je al uit op 306 uurtjes. En je derde jaar zit daar nog niet eens bij. Daarnaast hebben jullie misschien nog wel veel meer uren doorgebracht in een 60. In de gezellige kleine kamertjes waar je met z'n tienen zat en een tutor. En af en toe op een donderdagochtend toch wat moeite moest doen om je ogen open te houden.
Maar studeren is niet alleen studeren op de universiteit. Je bent student. Je moet meer doen dan alleen de medische kennis opdoen die je hier leert op de faculteit. Ik denk dat ik ook zeker weet dat veel mensen meer hebben gedaan dan alleen hun studie. Denk zowel aan commissies, bestuursjaren, lid worden van een dispuut, studentenvereniging, studieverenigingen, ga zo maar door. Ik denk dat iedereen iets heeft gedaan naast hun studie waar ze veel tijd in hebben gestoken en het heel erg naar hun plezier hebben gehad. Ik denk dan ook dat mensen daar veel ervaring hebben opgedaan die ook nodig zijn als arts. Het is niet alleen de bedoeling dat je als arts medisch deskundig goed kan handelen, maar dat je dus ook goed kan communiceren, kan samenwerken. En die dingen zal je zeker ook leren naast je studie in je vrije tijd. Ik hoop dan ook dat jullie met al deze ervaringen op zak nu jullie co-schap in kunnen gaan en daar kunnen knallen met z'n allen. Heel veel succes! Emma, bedankt voor deze woorden. Ik wil er nog even wat aan toevoegen. Als je kijkt naar wat de studenten invullen, dat de gemiddelde studiebelasting is in Maastricht, dan schrik ik daar soms wel eens van, want het is zo'n beetje 28 uur. Ik zou u toch alle willen oproepen om daar wel minimaal 40 van te maken. Het is het moment namelijk om kennis op te doen in alle vrijheid en blijheid die je maar hebt als student. Maar deze wijze woorden mag je even aanhoren en vervolgens vandaag vergeten, maar niet in de toekomst. Goed. We gaan door dus met de diploma-uitreiking. Isabelle van Asten. Na 3 jaar hard gewerkt te hebben, heb ik afgelopen zomer een reis gemaakt naar Sri Lanka. Goed opgeladen dus voor de komende 3 jaar co-schappen. Ik ga mijn vriendinnen, die in de afgelopen 3 jaar heb leren kennen, zie de foto, wel heel erg missen, want zij maakten de colleges een stuk gezelliger. Kletsen deden we natuurlijk alleen tussen de colleges door. Laura Baltus. De bachelor is voorbij gevlogen. Ik heb veel geleerd en er waren hele leuke, gezellige jaren. Selin Bayazit. Vandaag is een speciale dag voor haar. Ze is 23 jaar geworden. Ik ben geboren in België met Turkse roots. Ik woon in België en ben sinds 1 jaar getrouwd. Ik weet nog niet welk specialisme ik zou gaan kiezen, maar ik vind kindergeneeskunde en longziekte heel interessant. Ik reis graag en daarbij zijn mijn favoriete vakanties Turkije en Indonesië. Julia Bels. Na 3 jaar geleden beslist te hebben om niet in Leuven te gaan studeren, maar hier, heb ik geen moment spijt hiervan gehad. De jaren zijn voorbijgevlogen en ik heb veel geleerd en meegemaakt. Als kidney racer heb ik met een fantastisch team moeilijke, maar ook mooie momenten van het chirurgische vak mogen ervaren. Ik kijk uit naar de volgende jaren. Nina Bergs. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Hippocrates. Als toekomstig arts wil ik op zoek gaan naar deze opportunities. Wacht, zoekt u de lijst? Goed. Saskia Bisschop. Tijdens de bachelor geneeskunde heb ik genoten van het mooie Maastricht. Veel nieuwe vrienden gemaakt en bovenal heel veel geleerd. Een perfect opstapje voor de volgende fase, de co-schappen. Ik ben erg benieuwd wat de toekomst allemaal gaat brengen. Wordt de kinderarts wat ik in mijn hele leven al heb geroepen, of wordt het toch totaal iets anders? Annemiek van der Brink. Na 1 jaar biomedische wetenschappen ben ik ontzettend blij dat ik nog de kans heb gekregen om geneeskunde te gaan studeren. Na 3 jaar hard werken voor mijn bachelordiploma en een reis door het mooie Azië, kan ik nu zeggen dat ik er helemaal klaar voor ben. Mijn co-schappen.
Jesse Budo. Ik ben blij dat ik de uitdaging ben aangegaan om in Maastricht en voor mij dus over de grens te komen studeren. Niet alleen heb ik hier veel geleerd, ook heb ik vrienden voor het leven gemaakt. Robbie Dijk. Na een jaartje psychologie te hebben gedaan, gelukkig toch ingeloopt voor geneeskunde, waar ik tot nu toe erg blij mee ben geweest. Nu eerst nog een halfjaartje werken, reizen, genieten en op wintersport. En dan beginnen aan het coachschap. Johan Donkers. Ik zit nu 2 jaar bij het herendispuut Armeticos, spreek ik dat goed uit? Waar ik als secretaris 1 jaar in het bestuur heb gezeten. Verder heb ik bij de studentenvereniging COCO 1 jaar in de acquisitiecommissie gezeten. En afgelopen zomer voor SV COCO de inkom mee georganiseerd. Als hoofd logistiek. Mijn interesses liggen bij KNO en oogheelkunde. Voordat ik verder ga, wil ik eerst even iemand die aangeschoven is aan deze tafel nog gaan voorstellen. Dat is Ben Janssen. Hij is farmacoloog en universitair hoofddocent aan deze instelling. En u zult hem nog wel meer gaan horen, of u zult hem nog gaan horen vandaag. Goed, we gaan verder met Ruben Theodorus Nicolaas Wilhelmus van Duin. Van Den Bosch tot de Filipijnen, de bachelor is binnen en nu knallen in het ziekenhuis. In Maastricht op meer geleerd dan ik van tevoren had in kunnen schatten. Hoogtepuntjes zijn het voorzitterschap van Viervat, onderzoek bij de NICU, volleyballen op niveau en voor mij het belangrijkste, de fantastische mensen die ik hier heb leren kennen. Roos Ederveen. Na 3 hardwerkende, maar vooral leuke studentenjaren in Maastricht, geniet ik op dit moment volop van een tussenjaar. In januari vertrek ik op reis naar Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. Om te sparen werk ik al een tijdje met veel toewijding en plezier als verzorgende in een verzorgingstehuis. Joep Gerets. Pas bij de 3e lotingskans ben ik binnengekomen. Naast mijn studie ben ik ook nog lid van Tragos en het dispuut, waar hij een aantal jaren bestuur is geweest. Naast dit alles werkt hij ook nog als reservist bij Landmacht, waar hij medic is. Nienke Grijdanus. Ik ga graag op vakantie naar mijn familie in Italië of naar verre bestemmingen zoals Azië. In mijn vrije tijd ga ik graag stijldansen, terrassen en leuke dingen doen met vrienden. Ook ben ik gek op mijn hondje Pico. Ik hoop dat dit diploma een volgende stap is naar mijn droom om internist-oncoloog te worden. Lieselot Groenewegen. Merel van Hees. Ik heb maar enkele momenten spijt gehad van de keus om in Maastricht geneeskunde te gaan studeren. Zoals de meeste tentamenweken en elke keer als de NS problemen had op het traject Utrecht-Maastricht. Toch zou ik het alternatief achteraf niet anders kiezen en kijk ik uit naar de komende jaren. Je studententijd is beter als je lid bent. Sandra van der Heijden. Na 3 jaar hard werken voor haar bachelordiploma heeft Sandra de afgelopen weken genoten van haar reis door Australië. Ze kijkt weer uit naar haar volgende avontuur, de kooschappen. En dan is nu, nadat dan
Sandra is gaan zitten. Het woord aan Judith Sieben, bachelorcoördinator voor de studie geneeskunde aan deze instelling. Judith. Dankjewel, Tammo. Beste bachelors, beste ouders, grootouders, broers, zussen, andere familie en vrienden en iedereen die via de livestream meekijkt. Mijn naam is Judith Sieben. Ik ben universitair docent bij de afdeling anatomie en tevens de programmacoördinator van de Bachelor Geneeskunde. En ik vind het een eer dat ik op deze bijzondere middag namens het opleidingsteam tot jullie mag spreken. Graag wil ik mij in het bijzonder tot de studenten richten. Er is genoeg reden om trots te zijn vandaag. Op de eerste plaats natuurlijk, omdat jullie hier zo dadelijk met je bachelordiploma in de hand staan. Voor de meeste van jullie zal dit het eerste universitaire diploma zijn. Daar mag je met recht trots op zijn. Ik ben dat in ieder geval wel, trots op jullie. En met mij de hele opleiding. En hopelijk is die trots ook een heel klein beetje wederzijds. Er is namelijk nog een tweede reden om trots te zijn vandaag. In de afgelopen periode is de studie geneeskunde geherakkrediteerd. Dit houdt in dat de opleiding, zowel de bachelor als de master, door een externe commissie van experts tegen het licht gehouden is. Deze commissie is op bezoek geweest en heeft met studenten, misschien dat sommigen van jullie daar wel bij zijn geweest, en met docenten gesproken. Ze hebben ook allerlei documentatie, zoals lesmaterialen, toetsplannen, werkstukken, evaluaties en dergelijke dingen opgevraagd en kritisch bekeken. Zo'n controle gebeurt uiteraard bij alle opleidingen in het hoger onderwijs en wordt eens in de 6 jaar uitgevoerd. In de periode tussen afgelopen februari en nu zijn alle Nederlandse geneeskundeopleidingen 1 voor 1 aan de beurt geweest. Uiteindelijk wordt elke opleiding beoordeeld op 4 onderdelen. De beoogde eindkwalificaties, dat betekent of we onze studenten wel alles leren wat jullie straks nodig hebben om als artsen in de praktijk goed te kunnen functioneren. Ze kijken naar de onderwijs-leeromgeving. Hiermee wordt het daadwerkelijke studieprogramma, de docenten en de faciliteiten bedoeld. Derde punt is de toetsing, of die grondig en ook eerlijk gebeurt. En de laatste zijn de gerealiseerde eindkwalificaties, oftewel het niveau van onze afgestudeerden. Op elk van deze onderdelen kan een onvoldoende, een voldoende, een goed of excellent verkregen worden. Onze Maastrichtse opleiding geneeskunde is door de commissie op alle 4 punten en daarmee ook als eindoordeel als goed beoordeeld. En de definitie van goed in dit kader die hierbij hoort is: de opleiding stiekt systematisch uit boven de gangbare basiskwaliteit. In alle bescheidenheid, een goed behalen bij een accreditatie is niet heel gemakkelijk. En als opleidingsteam zijn we hier natuurlijk heel erg blij mee. Vandaar dat ik hier met een dubbel trots gevoel sta vandaag. Persoonlijk zegt mij dit overigens veel meer dan dat we de toets weer doorstaan hebben. Ja, ook opleiders zijn net studenten. Toetsen moeten gehaald worden. Maar er zit veel meer achter. Dit succes was niet mogelijk geweest zonder de deskundige en bevlogen docenten. Maar ook niet zonder goed teamwork tussen stafleden, onderwijsondersteuners en de onderwijsdeskundigen die ons met raad en daad bijstaan. Maar het zou ook zeker niet gelukt zijn zonder jullie, onze studenten. Jullie hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Ik denk namelijk dat een opleiding alleen zo kan floreren als de studenten alles wat wij voor jullie verzinnen ook omarmen. Kritisch zijn en op een positieve manier meedenken over het onderwijs. Dat schept een goede sfeer en een goed studeerklimaat. En blijkbaar is dat gelukt. Dat is iets wat we moeten koesteren en mogen vieren, vind ik. Dus ik stel voor dat we dat vandaag doen. Trots zijn en vieren, ter ere van jullie. Ik wil jullie allemaal van harte feliciteren en vooral ook heel veel succes, inspiratie en plezier toewensen voor de co-schappen of welk ander pad je nu ook gaat volgen. Proficiat en wat mijzelf betreft wellicht tot ziens bij een van de terugkomdagen in de master. Dankjewel. Bedankt voor deze woorden, Judith. En ik denk dat we nu verder gaan weer met de volgende kandidaat. En dat is dan Laura Heijnen. Na 3 leuke jaren, het leren kennen van veel nieuwe mensen en het sluiten van hechte vriendschappen, klaar voor het echte werk.
Mijn studie heb ik altijd met plezier gecombineerd met mijn hobby volleybal. Ook als vrijwilliger voor het project voor een berendokter op de kinderafdeling in het MUMC+, heb ik me altijd met heel veel plezier ingezet. Jos van der Holst. Nee, ik was met mijn gedachten, ik pak de diploma en dan, dat valt me bij heel veel mensen op, dan staat daar een andere naam op dan die je op moet noemen. Maar het komt dat je roepnamen en doopnamen hebt natuurlijk in Nederland. Van God gekregen, Nico, wij noemen hem Klaas. Gewoon op die manier, maar even dit terzijde. Dus ik moet heel goed opletten wie gewoon hier dan voor mij staat. We gaan verder. Verrassing dan, hoe die dan heet. Pleun. Hamveld. Ja. Dankjewel. Minke van Hoof. Na het volgen van 1 jaartje gezondheidswetenschappen was ik toegelaten tot de studie die ik altijd zo graag had willen volgen, geneeskunde. De afgelopen 3 jaar heb ik een super tijd mogen beleven met vriendinnen en als commissielid bij Santé en Viervat. Na eenmaal een lange vakantie tot 6 december ben ik nu helemaal klaar voor de kooschappen. Iris Hoofd Graafland. Minke Janssen. Deze mok kreeg ik op een meeloopdag van geneeskunde, zo'n 3 jaar geleden. Elke keer als ik uit de mok drink, hoopte ik dat ik voor de decentrale selectie zou komen. Nu zijn we 3 jaar verder en ben ik gewoon al klaar met mijn bachelor. Maud Jenniskens. Haar toekomstplannen, hopelijk de master goed afronden en een plek bemachtigen bij het nog onbekende specialisme. Black or white? Marijn Jensen. Lieve ma, er is maar 1 woord om jou te omschrijven. Eigenwijs. Gelukkig hebben we met het mede Ajaxie gevonden dat deze eigenschap jou deels en bekend stond om het meestelijke slogans. Dus ook een toepasselijke voor jou. Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite om me te vergissen. Zo in de OO Den Haag zouden ze zeggen... Goed. Kiki de Jong. Ik heb met veel plezier samen met mijn vriendinnen Isabelle, Manon en Laura de bachelor doorlopen. En ik ben zeer benieuwd wat de toekomst zal brengen. Ik reis graag en wil dit later graag combineren met mijn beroep. Vooralsnog zijn de pijlen gericht op gynaecologie. Justin Jouwena. Hij heeft een prachtig hobby en dat is klimmen. Soufiane Kalai. Ik maak van elke snipperdag een confettidag.
Majorie van de Kar. Ik ben de helft van de tweeling die hier rondliep. Mocht iemand nog denken dat een van ons zich toch wel snel verplaatste door de Unie, ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Tijdens de studie aan de afgelopen 3 jaar heb ik veel vrienden gemaakt. Ik ben zelfs net terug van een reis door Azië met mijn polypartner en UB Matty for Life. Noël van de Kerkhof. De jaren van de Bachelor vond ik heel interessant, maar ook heerlijk relaxed, omdat je zoveel vrijheid hebt. Hier ga ik nog een jaartje van genieten, voordat ik aan mijn co-schappen begin, waar ik overigens ook heel veel zin in heb. Maxime van Keulen. Mooie herinneringen aan de afgelopen 3 jaar. In juni nog een paaseipapiertje kelken vouwen in de collegezaal. De geur van mandarijnen in de ochtend. Reclames krijgen voor zwangerschapsboxen na blok 2.2. Meegenieten na de serie van degene voor me in de collegezaal. Voor het eerst in de witte jas door de gangen van het ziekenhuis paraderen. J.J. Kooi. De herinneringen aan de afgelopen 3 jaar die mij het meest zijn bijgebleven zijn het bezoek aan de meldkamer in jaar 1, de zorgstage in jaar 2 en het meekijken met een operatie in jaar 3. Nikki van Koten. Al vanaf dat ik 8 jaar oud was, wilde ik arts worden. Na 1 keer uitgeloot te zijn, mocht ik in 2014 dan ook echt beginnen aan de opleiding. Ik heb 3 hele leerzame jaren gehad waarbij ik volop genoot van mijn studententijd. En ik alleen nog maar kan hopen dat de komende 3 jaar nog leuker en leerzamer zouden gaan worden. Daniel Krijter. Graag deel ik bij deze ceremoniële afronding van mijn bachelorfase een boodschap met mijn medestudenten die ik de afgelopen jaren heb meegekregen. De medische wetenschap is allesbehalve exact. Er zijn behandelingen die werken, maar niet helpen en evengoed die helpen, maar niet werken. Absolute zekerheid in dit vak is een illusie en derhalve is het voor ieder des te belangrijker niets alles dan zoete koek te slikken. Bella van Langen. Ik werk momenteel voor een half jaar 36 uur per week als algemeen ondersteunend medewerker in de apotheek in Maastricht en als ambassadeur bij Talent & Care. Hiernaast heb ik nog steeds een actief studentenleven bij Stennis. Vanaf maart ga ik 5 maanden reizen in Zuid- en Midden-Amerika. In september wil ik weer verder gaan beginnen aan mijn master geneeskunde. Arthur Leverink. Ambitie en succes is enthousiasme met een doel. Jentel Lodewijks. Als klein meisje droomde ik ervan om geneeskunde te gaan studeren. Dat dit werkelijkheid werd, liet even op zich wachten. Wanneer ik het vertrouwen verloor, kreeg ik altijd een duwtje van mijn ouders en zusje om moed hoog te houden. Jij gaat je droom beleven. Vandaag is de werkelijkheid dat ik hier sta en in mijn dromen is mijn moeder er ook nog bij. Goed, we komen nu aan het volgende onderdeel. Ik wil wel even reflecteren op wat er nu allemaal is gezegd, zeg maar, door de voice-over. Valt me op dat wij niet alleen, zeg maar, in de masterfase als reisbureau fungeren, maar het ook heel veel hebben gedaan al in de bachelorfase. En het tweede wat ik kwijt wil, is, dat was die woorden volgens mij van Daniel Krijter, dat het erover ging van dat wij als dokter dan moeten helpen, dat er weinig wetenschap is. Ze zeggen wel eens van dat een ziekte zonder dokter 7 dagen duurt, en als je bij de dokter bent geweest, dat die dan 1 week duurt. Maar soms kunnen wij misschien wel het verschil maken, en één daarvan is misschien de farmacologie. En daarvoor wil ik dan ook het woord geven aan Ben Jansen, een farmacoloog.
alleen. Ja. Heb ik alles? Ja, en dat lukt. Oh ja, dat dingetje. Wel, goedemiddag allemaal, kandidaten, bachelors, van harte gefeliciteerd. En ik ben heel blij dat ik jullie nog een keer mag toespreken. Zo op, voor, dat jullie, ja, jullie zijn de meeste van de echte masterfase en ook ouders gefeliciteerd. Ik heb ook pas een dochter die een bachelor heeft gehad. Ik voel heel goed hoe dat voelt. Je bent toch heel erg trots en je hebt ook achtergrond, heb je altijd heel hard als ouders moeten meewerken. Maar goed, ik wil toch nog iets inhoudelijks doen. Niet alleen, want over medicatie is nog lang niet het laatste gezegd en zeker niet als je de masterfase in bent. Nou, wat doe ik? Ik ben dus farmacoloog en een farmacoloog die onderzoekt een aantal dingen. En we doen dat bij celletjes en muizen en mensen, maar daar gaat het vandaag niet over. Wat ik wil doen is over het onderwijs. En ik ben heel veel betrokken bij het onderwijs en vooral over de medicijnen en patiënten. Er zijn twee manieren als je daar naar kan kijken. Stel dat je pijn hebt. Dan wil je weten van, nou, dan neem je een pilletje in, dan doet die pil iets met je lichaam. Daar noemen we dan een moeilijk woord voor. Maar andersom is het ook belangrijk dat je moet weten, wat doet het lichaam nou met die pil? En als je lichaam die pijnstiller heel snel afbreekt, dan moet je die ook natuurlijk weer tijdelijk innemen, want anders blijf je pijn houden. Dus dat is die tweede term. Daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. En ik maak jullie maar niet bang, we doen dat op een aparte manier. Maar één dingetje wil ik toch even laten zien, zodat de ouders het dadelijk kunnen volgen. Als je een pil inneemt, dan komt hij en die neemt hem via de mond in, dan komt hij in de maag en in de darmen en uiteindelijk komt hij in het bloed en dan kun je die concentratie meten. En als je daarna niks meer doet, dan wordt hij ook afgebroken en dan raak je hem kwijt. Je moet een minimale niveau hebben, anders heb je geen effect. Kom je boven het maximumniveau, dan krijg je allemaal toxische effecten, dat moet je ook niet hebben. Dus je moet in die tussenzone blijven om veilig en om effecten te blijven hebben. Nou, ik heb nou een analogie gemaakt over de medicijnconcentratie met de medische kennis. En die staat dan hier. Hier zien jullie de medische kennis van jullie kandidaten. Toen waren ze in jaar 1. We gaan misschien wel 7 jaar over de studie doen. Of ze allemaal tussenjaren, dat weten we niet. Maar als je even niks doet meer, ja, dan loopt dat af, die kennis. En hoe snel loopt die nou af? Daar heb ik eens over afgevraagd. En ik denk dat dat ongeveer een jaar is. En dat zie je wel, als je hier een jaar bent en je doet een jaar niks, dan ben je ongeveer de helft al kwijt. Dit is de voortgangstoets en dan weet je helemaal niks. En dus de halfwaardetijd, als je dat 5 keer doet, dan hou je nog maar 3% over. En jullie moeten straks, iedere 5 jaar, moet je je accreditatie vernieuwen. Dat is allemaal niet voor niks. Je moet ook later bij blijven leren. Dat is heel belangrijk in jullie opleiding. Zo zitten jullie in het tweede jaar, zo zitten jullie in het derde jaar. En ja, hoera, we zijn over dat bachelorniveau heen. We hebben 180 creditpunten, hippoepera, en dat vieren we vandaag. En dat is reden voor een feestje. Het is nog steeds rood, voorschrijven mag nog niet, want dan moeten we nog een niveautje hoger. Dan moeten we over dat masterniveau heen. Hoe hebben we dat gedaan? Herkennen jullie? Kijk, hoor al, oh ja, ik heb jullie tot vervelend toe misschien wel, maar ook ik hoop jullie ook geprikkeld te hebben. Dit zijn de opdrachten die door als een rode draad door de opleiding lopen. Dit zijn de medicijnen die je ook gewoon moet kennen. Als je nu in de kliniek staat, denk ik, oh, lieve hemel, had ik dat maar wat beter bestudeerd. We doen dat niet alleen in Maastricht. We doen dat ook nog met Gent samen. We delen alle casuïstiek. Alle studenten zitten erin. En dat is ook landelijk. Het is ook nodig dat we dat landelijk afstemmen. En dat we niet in Maastricht anders gaan behandelen dan in Groningen of in Amsterdam. Dat soort zaken moeten echt goed gebeuren. Nu heb ik eens gekeken. Studenten die nou 13 VGT's gedaan hebben. We zitten er een hoop die waarschijnlijk 13 VGT's gemaakt hebben. En heb ik gekeken, wat hebben jullie nou voor scoren op die farmacologievragen gedaan? En we hebben een blauwe lijn. En we hebben een groene lijn. Eén van die lijnen is Maastricht en één van de lijnen is de rest gemiddelde van Nederland. En dan kijk ik, ga je van groen of blauw voor Maastricht? Jij gaat van groen, dat zegt ze met heel veel overtuiging. Daniel, wat je? Groen hè, groen hè. Ja, ik zou ook van groen. Het klopt, groen is inderdaad Maastricht. En zie je, oefening baart kunst. En dan zeggen die, hè? Ik kan ook andere vakken zo kunnen presenteren, dat ga ik niet doen, maar ik hou bij die farmacologie. En ik ben er ook trots op dat als je inspanning levert, en ik hoop ook dat jullie dat vasthouden, dat jullie dat doortrekken, want die voorspelling is een beetje raar. En dat is hier, maar ik hoop ook dat we daar boven blijven, dat jullie dat ook goed gaan blijven doen.
Want dat is nodig. Jullie komen zoveel medicijnen tegen, zoveel patiënten met ritsen van medicijnen. Daar gaan we daar een quizje over doen. En je moet daar 50 tot 100 genezen, moet je gewoon hup kennen. Zeg, ja, ik google het wel even bij elkaar. Daar geloof ik helemaal in. Het is veel te complex om dat te doen. Je moet dingen moet je bijna op je hersenstam kunnen beantwoorden. En maak je eigen set van geneesmiddelen waar je later goed mee kan werken. En dan kom je, hè, ja, 5 en 6, kom je zo hoog. En als je er overheen bent, dan moet je doorgaan. En dan krijg je zeg, een toxisch niveau van kennis. Daar geloof ik helemaal niks van. Je moet blijven doorleren. Maar wat ik wel wil, is dat jullie veilig gaan werken. Want het gaat nog vaak genoeg fout. Denk, ja, ik heb het gehad, ik ken het, niks van, jullie moeten door blijven leren. We zijn bezig om, als je straks op het einde van de coachschappen, kan je bij mij komen. En dan heb ik een medicatieveiligheidstoetje van je. Kan je een drempeltje behalen, kan je je portfolio opnemen. Dus beveel ik jullie van harte aan. En dan kun je laten zien dat je veilig kan voorschrijven. En maar dit gaat nou ook internationaal. We zijn met de Engelsen bezig. Dit is echt iets wat, denk ik, verder gaat komen. Want het gaat fout. Dit is Kim Hurkjes. Die heeft ook hier, die zat hier 1 jaar of 5 geleden en die zit nou zit daar als internist en die zegt, ik doe niks anders dan die medicijnlijstjes van die patiënten bijstellen. Het gaat iedere keer fout. Want de patiënt die denkt, goh, wat doet die dokter? Die googelt een of andere pil en er komt er zo'n groene uit. Die vertelt me een hele hoop informatie, maar ik heb net gehoord dat ik suikerziekte had en dan heb ik het allemaal niet kunnen onthouden, het was veel te moeilijk. En dan schrijf je nog een receptje en dan moet je daar maar mee naar de apotheek. Hè. Dit mag niet meer, we moeten alles nou digitaal. Maar goed, zo gaat dat dan door. Dus, studeer jij geneeskunde of studeer je medicijnen? Allebei. Ja. Nou, we gaan een quizje doen en nou doen we niet alleen met studenten, we gaan doen met iedereen. En ik zal even de spelregels uitleggen. We gaan een quiz doen, iedereen mag meedoen, iedereen gaat staan. Op het moment dan ga ik een vraag stellen en het is een meerkeuzevraag, A, B, C, D. En dan denk je, goh, ik lees die vraag, het zal dat A zijn, B. Dan kies je een antwoord in je hoofd en als je het antwoord goed hebt, dan blijf je staan. Heb je het antwoord fout, dan ga je zitten. En dan ga ik kijken wie overblijft. Ja? Ik zie je bellen, zit van de apotheek, die, nou, dan verwacht ik dat je heel lang blijft staan. Die drukt nog hoog. Arthur mag niet meer meedoen, want die heeft de quiz al gedaan. Dus die mag maar blijven zitten. We gaan eerst een keer oefenen. Ja? Dus hier komt een oefenvraag. Gaan we iedereen alvast staan? Dan hebben we het alvast gehad. Ja. Als die meneer met de, als hij een beetje naar links of naar rechts gaat. Ja. Dank u wel. Ja, dat kan je ook doen. Maar dit is een oefenvraag. Iedereen mag blijven staan. Dus dit is een oefenvraag. Er zijn heel veel toetsvraagjes. En als je denkt, goh, ik weet het helemaal niet. Dan kies je altijd het antwoord met de langste tekst. Of je kiest het antwoord met de kortste tekst. Je kiest altijd C. Of je kiest een antwoord met veel letter C. Wat is jouw strategie? C of de langste tekst? C. Je twijfelt nog. C? Iedereen C? Ik zou voor de langste tekst gaan. Dat is het goede antwoord. Ja. Ja. Goed. Nee, je mag nog blijven staan. Dit was een oefenvraag, maar dit... Meestal werkt dat, omdat je altijd uitzonderingen moet formuleren om iets waar te krijgen. Dus dan blijft het heel vaak wordt dat de langste tekst. Bij de geneeskunde is niks, 100% zeker. Goed, nou komt de eerste vraag over medicijn. Nou beginnen wij. We hebben in Nederland 3 miljoen mensen die ouder zijn dan 65 plus. En daarvan... slikt een groot gedeelte 5 of meer geneesmiddelen. Is dat de helft van die mensen, 1/3, 1/4 of 1/5? A, B, C of D? Ja, heb je een antwoord in je hoofd? Ja. Het goede antwoord is 1 op de 3. Ja. Goed. Er staan nog veel ouders, ja. Oké, ja, we gaan door. Ik laat het even zien. Als je naar de GIP-databank gaat, daar kan iedereen zelf bij. En dan zie je hier de top 10 aan polyfarmacie. En meer geneesmiddelen, staan al deze geneesmiddelen in.
En dan zie je dat inderdaad 1 miljoen, zoveel, het wordt echt op de patiënt bijgehouden. Zoveel mensen slikken 5 of meer geneesmiddelen. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. Je kunt ook zien welke geneesmiddelen allemaal worden voorgeschreven. Daar gaan we het ook over hebben. En ik wil er dan iets actueels op hangen. Dat was 2 weken geleden, dat was ook op het journaal. Veel mensen gaan dood omdat ze omvallen. Vallen. En dan door die gevallen, er gebeurden allerlei ongelukken, et cetera. Maar waarom vallen die mensen? Dit zijn onze verkeersdoden, dit zijn dood door vallen. En dat neemt ook weer toe. En een groot gedeelte kan er van medicatie geïnitieerd zijn. En dan gaan we weer terug naar die vraag. Sommige van die medicijnen kun je een beetje licht in het hoofd worden en duizelig. Hoeveel van deze medicijnen dragen dan bij tot vallen? Zijn het er 4 van deze, of 5 van deze, 6 of 7? En misschien moet ik de ouders een beetje helpen. Dit zijn maagbeschermers, zijn bloedverdunners, dit zijn cholesterolverlagers. Hier moet ik toch beta-blokkers eerst, moet ik toch maar zeggen. Een aantal middelen, en we hebben hier nog vitamine. Hebben een arts nog in de zaal of niet? Ja. Alle antwoorden zijn even lang. Ja. Nou, we kunnen niet A, B, C en D tegelijk. Dan moet u kiezen. Hè? Ja, dan zou ik C kiezen altijd. Dan was de tweede optie. Ja, oké. Okay. Ja. Was het goede antwoord? Is ook C. Of nee? Want deze middelen, beta-blokkers, ACE-remmers... Bloed, hier krijg je een hypo van, hier gaat de bloeddruk van hem laag en hier gaat de bloeddruk van hem laag. Dus dit is ook het goede antwoord, dan blijven we staan. Ja. Makkie hè? Zo komen de Maastrichtse studenten ook door de toets. Ja, zo gaat dat. Ja, we gaan verder. Medisch rekenen, zijn ouders ook beter goed in? We hebben een kind van... Van 20 kilo, die moet 5 milligram per kilogram van een bepaald medicijn hebben. En dan krijg je je ampul, en dan moet je injectie geven. Hoeveel haal je in je ampul? En injecteer je, stel bijvoorbeeld subcutaan. Is er een halve milliliter, 1, 2 of 4? Vijf, vier... 3, 2. Tammo, lukt het op het apparaatje? Ja. Zie wel, de kinderarts moet ook uitrekenen. Zo gaat dat meestal. Dus, het goede antwoord is natuurlijk een halve. Ja, yes. Stel nog veel mensen. Zie wel dat. Dan gaan we naar de volgende vraag. Voor de medicatie gaat het niet alleen maar om medicijnen toe te voegen. We stoppen ook wel eens met medicijnen. En is er een groep medicijnen waarvan het gebruik in de afgelopen jaren flink is afgenomen? En zijn mensen veel minder de pil gaan gebruiken? Dit zijn de slaapmedicatie en dit is ook de medicatie voor angst, pijnstillers of antibiotica? Je doet het nog mee, je staat nog. Je bent klaar? Ja, het goede antwoord op deze vraag is benzodiazepines. Ja, dat was een flinke, hè? Ik kan het even laten zien. Hier zie je de angstremmende middelen, alle pammetjes. En hier zie je de slaapmedicatie. En dit was in 2008. We waren samen 2 miljoen en nu zitten we nog maar op 500.000 ongeveer. Dat is echt afgenomen. En waarom is het afgenomen? Bella. Zelf betalen. Ja, dat is ook de reden. Als je in Nederland wil dat iets afneemt, moet je het gewoon zelf laten betalen. Dan werkt altijd heel erg goed. En zeker met deze middelen is dat denk ik een van de weinigen waar het ook goed gelukt is. Goed. Het gaat wel steeds beter, maar het gaat nog steeds niet goed genoeg. In januari
afgelopen jaar kwam er een rapport uit van het ministerie en ze hadden onderzoek gedaan naar medicatieveiligheid. En dat hadden ze in 2008 al gedaan en er waren toen 39.000 ziekenhuisopnames die medicatie gerelateerd waren per jaar. En toen hebben ze er heel veel geld in gestopt. Dit moet naar beneden en je raadt de uitkomst en die zie je al, het is alleen maar weer toegenomen. Natuurlijk neemt het aantal oudere mensen neemt toe, maar het was relatief ook niet eens afgenomen. We doen het ondanks alle maatregelen doen we nog steeds even slecht. En nou is mijn vraag, van die 49.000, hoeveel daarvan was potentieel vermijdbaar? Gewoon door domme fouten die makkelijk te vermijden zijn. Is dat de helft, een derde, een vierde of een vijfde? Dat is een moeilijke, hè? Ja. Ik zal het goede antwoord laten zien. Het is echt de helft. Het is echt de helft. 1, 2, 3, 4, 5. Student. Ja, nog 2, 3. Jij bent ook, je bent ook kandidaat. Nog. Nou, 3 tegen 3. 4 tegen 3. We gaan het zien, hè? Ja. Dit is echt. Dus we hebben echt 25.000 dingen, opnames die echt te vermijden zijn geweest. En daar kunnen we dus wat meer aan doen. Nou, hier vast co-schap ik gehad. En dan is er voor een echt weer een echte weetvraagje. Wat is geen pijnstiller? Is dat rocuronium, tramadol, paracetamol, amitriptyline? Raadpleegje, ik zie je er. Als je het zo doet, ja. Is het goede antwoord? A, is het goede antwoord? Ja. Want dat is een spierverslapper alleen en dat komt van die curare, van dat pijltjesgif uit die Amazones, daar komt dat vandaan. We hebben nog 5 mensen, nou we gaan het redden, nog 5 vragen. Dus we gaan het redden. Ja, nou weer een moeilijke. Welk van de middelen werd het meest voorgeschreven, het aantal voorschriften per jaar? Is dat de beta-blokker? Is dat de cholesterolverlager? Is dit... Dit is acetylsalicylzuur voor de bloedverdunner, voor het infarct te voorkomen. Of is dat deze maagbeschermer, omeprazol? En weet je het? Ja? Allemaal klaar? De beta-blokker is het meest voorgeschreven. En we hebben... We hebben een winnaar. Ja. Gaan we nog even voor de miljoen? Gaan we nog even, even door, of niet? Ik kan de quiz nog even afmaken. Halen we dat? Tijd. Niet redden. Niet. Nou, dan slaan we. Dan stoppen we bij deze. Gefeliciteerd. Ja. Als we echt tijd overhouden, dan kun je aan het einde. Mag ik dan nog even denken? Nou, dankjewel. In ieder geval wens ik jullie van harte nogmaals proficiat met behalen van de bachelor. En hou de kennis van de medicatie hoog. Ja? Dan doen jullie mij een plezier. Dankjewel. Bedankt Ben voor dit intermezzo. Wat wel weer helemaal duidelijk maakt dat farmacologieonderwijs ontzettend belangrijk is. En eigenlijk zag ik hier gewoon in het korte of in het klein een voortgangstoets gebeuren. Want je zag de Maastrichtse studenten even stijgen boven het landelijk gemiddelde. En uiteindelijk bleef er inderdaad nog 1 over. Maar ik denk dat als wij door waren gegaan, dat er misschien dan nog wat anders was uitgekomen. En ook kunnen we hieraan zien dat vragen maken ontzettend moeilijk is. Want ik hoorde mensen zeggen van, hey, het moet toch omeprazol zijn daarachter. Want die hadden namelijk opgelet dat het aantal mensen wat omeprazol krijgt, dat inderdaad het meeste is onder de 65-plussers. Maar nou gaat het inderdaad om van hoeveel moet je iets voorschrijven. En dat is dan weer wat anders. Ja. En het andere wat ik zag, is dat er inderdaad sommige ouders lang stonden, maar die waren ook in het vak. Goed, we gaan weer verder. Oh ja, dat is al... Sorry Ben. Ik had niet opgelet ondertussen. Jessica Manders is dan de eerste volgende. Ik heb gynaecologie voor ogen en dit is gedurende de eerste 3 jaar nog niet veranderd.
De leukste mensen leren kennen, veel geleerd en vooral een supergezellig derde jaar gehad. Pam van der Meren. Haar toekomstplannen zijn eerst reizen en dan in januari beginnen aan de kooschappen. Anna Meerman. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik altijd arts willen worden. Na het eindelijk behalen van mijn bachelor heb ik dan ook heel veel zin om in de praktijk te beginnen. En te beginnen aan mijn kooschappen. En op deze manier mijn droom van arts te worden na te gaan. Rosien Meesen. Ik wil dit moment aangrijpen om al mijn jaargenootjes te feliciteren met het behalen van hun bachelor geneeskunde. Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren voor me gedaan hebben en alle steun die we van elkaar hebben gehad. Dankjewel, pap en mam. Renske Meijer. Na de introductieweek in Groningen te hebben meegemaakt, heb ik toch een plekje bemachtigd voor de mooiste studie in Maastricht. Na 3 jaar een hele hoop mooie ervaringen rijker en ik ben klaar voor weer een nieuwe uitdaging. Max Molenaar. Waar was dat? Dit ergens een beetje boven. Ja, hier. Alina van de Mortel. Mijn favoriete vakanties hebben een goede balans van uitrusten en dingen ondernemen. Mijn meest recente vakantie was naar IJsland. Prachtig, diverse landschappen, gletsjers, bergen en zee om te kunnen wandelen. Tijdens het reizen heb ik lekker veel kunnen lezen, ook een van mijn hobby's namelijk. Welke kant ik later op wil als dokter, weet ik nog niet. Suzanne Mul. Drie mooie jaren bachelor gehad en intussen ben ik al een jaar bezig met de master. Mooiste herinneringen aan de reis naar Oeganda vorige zomer. Grote interesse voor chirurgie en enthousiaste toekomstplannen voor het invullen van haar carrière als arts. Lisa Mullenberg. Ik ben ontzettend blij hoe Maastricht University mij de afgelopen 3 jaar de kans heeft gegeven om topsport, judo, en mijn bachelor geneeskunde te combineren. Iedere dag trainen om mezelf te ontwikkelen als judoka en goed mijn best doen voor de unie om uiteindelijk een hele goede dokter te worden. 2 dromen waar ik tegelijkertijd voor kan gaan. Isabel Nijskens. Gedurende de bachelor heb ik interesse gekregen voor huisartsengeneeskunde, interne geneeskunde en gynaecologie. Inmiddels heb ik al 2 kooschappen doorlopen. Het sociale aspect van mijn geneeskunde, het contact met patiënten, is voor mij heel erg belangrijk en daarom heb ik tijdens deze kooschappen dan ook er veel plezier aan beleefd. Eva van Oorschot. Toen ik in 2013 via een omweg bij geneeskunde terechtkwam, was ik blij om eindelijk aan mijn grote droom te beginnen. Nu 3 jaar, veel studieuren, kennis, wijsheid en natuurlijk de nodige stapavonden verder. Is het bijna tijd voor het echte werk. Na een welverdiende vakantie begin ik in december met het eerste kooschap beschouwend in Maastricht. Paulieke Oosterwijk. Ik ben trots op dit diploma. Hard geleerd afgelopen jaren en nu is deze bachelor mooi binnen. Ook aankomende 3 jaren blijf ik hard werken, zodat ik dan ook kan zeggen dat ik trots ben op mezelf. Hier is zeker al op geproost met een goed glas wijn en vele vrienden
dat ik ook nog kan blijven doen de komende jaren. Laura Oosterwegel. Een goede keuze is geweest om de overstap van GW naar geneeskunde te maken. Naast dat ik allerlei interessante dingen heb geleerd, ook extra leuk door alle nieuwe mensen die ik heb leren kennen. De kans om naar Ferrara te gaan in juni 2016 was super. Een ervaring die ik nooit zal vergeten. En ik echt wel bij de hoogtepunten van mijn bachelor vind horen. Kelly van der Par. Be like a stem cell, differentiate yourself from others. Nena Pater. Lieve Neen, mensen zijn niet echt jouw ding. Daarom zijn wij blij dat wij net even anders zijn en dus wel worden gewaardeerd. Net zoals onze honden. Die zijn ook beter dan anderen. Dankzij een bepaalde dosis wijn, pizza en ijs en kaassoufflees ben jij erin geslaagd om je bachelor te behalen. En daar zijn we erg trots op. Sam Peters. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier mijn bachelor geneeskunde doorlopen. Vorig jaar heb ik mij ingezet als dagelijk bestuurslid van IFMSE en heb ik veel leerervaringen opgedaan. Ik kijk uit naar een nieuwe start van mijn co-schappen en ben benieuwd naar wat de toekomst zich gaat brengen. Evi van der Ploeg. Ik wil graag psychiatrie gaan doen, vandaar de keuze geneeskunde. Ik hou wel alle opties nog open. Misschien kom ik tijdens mijn co-schap iets tegen wat ik nog leuker vind. Ik heb ervoor gekozen om na de bachelor een tussenjaar te doen. Ik heb allerlei plannen voor dit jaar. Maar ik heb ook alweer zin om aan de co-schappen te starten. Fabiana Prestigiacomo. Ik heb een leuke tijd gehad gedurende mijn bachelor, waar ik fijne herinneringen en vrienden aan heb overgehouden. Ik zie mij later wel met kinderen werken. Kindergeneeskunde lijkt mij dan ook echt mijn ding. Maar voordat het zover is, eerst nog mijn co-schappen en hopelijk kan ik dat blijven combineren met hockey, ballet, vrienden en uitgaan. Wel. Hey Mark, je krijgt hem ook wel, maar ik heb net verkeerd gekeken. Goed, dan gaan we door naar Mark Raamakers. Zijn hobby's zijn hockey bij Maastricht Heren 1 en de toekomstplannen traumachirurgie. Het punt was dat er dus een ouder aan het woord zou komen en ik meende dat het al was naar die Italiaanse naam. Vandaar, Prestigiacomo. Maar nu komt de vader van Arthur Leverink aan het woord. Mijn naam is Leon Leverink, ik ben de vader van Arthur Leverink. Mij is op voor hem slinkse wijze gevraagd om hier te spreken namens de ouders. Arthur is, net als uw zoon of dochter, zo'n 3 jaar geleden begonnen aan een avontuur. Eigenlijk al wat eerder, met de decentrale selectie, toen ze moesten solliciteren naar een plek aan deze faculteit. Voor onze kinderen was dat een avontuur voor een nieuwe stad. Een nieuwe omgeving, nieuwe vrienden, een nieuw huis, een eigen huishouden. En ondertussen ook nog even 3 jaar studeren en je tentamens halen. En soms, heel soms, was er ook nog een rol voor ons als ouders. Dan kwamen ze even terug om te huilen, oude vrienden op te zoeken of gewoon even bij te praten met alle gezinsleden.
Maar altijd aan het eind van een weekend of een vakantie ging het weer terug naar Maastricht. En dat Maastricht heet inmiddels zijn thuis. Vandaag kunnen we als ouders constateren dat deel 1 van het avontuur, de Bachelor, met succes is doorlopen. We vieren met het behalen van de Bachelor dat onze kinderen een mijlpaal op de weg die van onze kinderen een nieuwe generatie artsen gaat maken. Toen ik wist dat ik hier namens de ouders onze kinderen mocht feliciteren, heb ik mijn zoon nog eens gevraagd wat voor hem nou het belangrijkste was dat hij hier in die afgelopen 3 jaar had geleerd. En ik was op veel voorbereid. Werking van het menselijk lichaam, reanimeren, gesprekstechnieken, praktijkervaringen. Maar dat is niet het antwoord dat ik kreeg. En het antwoord dat ik kreeg van hem was: het belangrijkste wat ik hier geleerd heb is dat niets is wat het lijkt. Dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd, zei hij tegen mij. En ik heb dat vervolgens opgezocht in het curriculum van geneeskunde. En ik ben een heleboel vakken tegengekomen. En ze hebben echt ontzettend veel geleerd en ontzettend veel praktijkervaringen opgedaan. Maar dat vak zat er niet bij. Maar wat betekent dat antwoord nu eigenlijk, wat ik gekregen heb? Want daar was ik vervolgens wel benieuwd naar. Dus ik ben voor mezelf op zoek gegaan om dat te visualiseren en te zien of wij nou blij of niet blij moeten zijn met dat antwoord. En ik heb daarvoor een beeldje vanuit internet opgezocht en dan hoop ik even dat hij... Denk ik dat hij erin staat. Ja, hij staat er. Kijk eens aan. Nou, als ik u zou vragen wat zien we hier, dan zullen de meeste mensen van u zeggen dat is een ruimte met daarin een lint die voor- en achterkant netjes van elkaar scheidt. Diagnose gesteld, klaar, volgende patiënt. En we gaan weer door. Maar zo zitten onze kinderen dus niet in elkaar. Wat onze kinderen doen is gelukkig nog een stap opzij zetten en nog een keer kijken. En dan zien ze dat iets inderdaad niet is wat het lijkt te zijn. Jullie hebben dus niet alleen veel geleerd. Jullie zijn groot geworden en jullie zijn inmiddels kritische volwassenen geworden die we om een boodschap kunnen sturen. Klaar om te zien hoe het is in de echte wereld en die wereld binnenstappen met een hoop opgedane kennis. En zo'n houding lijkt mij prima. Niets is wat het lijkt, maar één ding is wel wat het lijkt. Jullie hebben vandaag je bachelor gehaald en daar mogen jullie best trots op zijn. Daarmee wil ik jullie dan ook namens alle ouders van harte feliciteren. Namens de ouders, alle anderen in de zaal, zal ik jullie dan ook van harte feliciteren met het behalen van je bachelor geneeskunde en heel veel plezier en succes wensen voor de komende fase van de master. Ik denk dan ook dat we die volgende stap met vertrouwen tegemoet kunnen zien en we over een kleine 3 jaar wellicht weer in deze setting bijeen zullen zijn. Geniet ervan, blijf leren, blijf communiceren en bedenk, niets is wat het lijkt. Bedankt. Daar kunnen we het inderdaad mee doen. En dat adagium, dat zullen we ook wel moeten blijven volhouden voor onszelf altijd. Maar je kunt ook niets herkennen wat je niet eerder gezien hebt. Misschien dat we dat ook moeten onthouden en dat we daarom ons maar zelf moeten dwingen om inderdaad te blijven leren en dat er geen toxisch niveau aan kennis is. Goed. We gaan weer verder. Rens Reumers. Een bachelor geneeskunde halen is net als leren fietsen. Met vallen, beenbreken, anatomie van het been, breuken klassificeren en medestudenten in een been laten porren en opstaan. Charlotte Rosenberg. Haar toekomstplannen. Hopelijk een voorspoedig beloop van de masterfase, wanneer ik mijn best ga doen voor een opleidingsplek bij de oncologie. Hoogstwaarschijnlijk. Favoriete vakanties zijn vrijwilligerswerk in een ziekenhuis van
in Ghana en in het ziekenhuis in Tanzania. Jessica Ruis. Iedereen kijkt uit naar dit moment. De Bachelor volledig afgerond te hebben. Nooit meer uitslapen. Door de week zijn feestje? Dat gaat nu niet meer. Het is nu 3 jaar lang fris en fruitig vroeg uit bed. Om een dag lang iemand te vinden om achteraan te huppelen. Ik had niet helemaal door waar ik naar uitkeek. Maar stiekem vind ik het ook echt heel tof. Succes allemaal. Marijn van der Zanden. Ik heb een leuke studietijd gehad en ben blij dat ik mijn bachelor binnen heb. Ik doe nu een tussenjaar om te kijken of ik geneeskunde master wil gaan doen. Of dat ik een andere master wil gaan doen. Zoals Master Health Education and Promotion van gezondheidswetenschappen. Wessel Schepers. Een geneeskundestudent zonder grenzen. Jorn Slegers. Het IVMZ-hok is de chillste plek om te studeren. Annemarie Slegers. Vorig jaar rond deze tijd een geneeskundestage in Tanzania gedaan. En in januari mijn diploma gehaald. Bachelor gehaald samen met mijn lieve vriendinnen. En met wie ik allemaal heel veel lol heb gehad. Die ik allemaal door de tentamenweken heen heb gesleept. Nu alweer klaar met beschouwend en snijdend. En de master is nog harder werken, maar ook nog veel leuker. Marlou Snelders. Het klinkt een beetje cliché, maar ik wilde al vanaf kinds af aan dokter worden. Die droom is gelukkig uitgekomen. De afgelopen 3 jaar zijn voorbij gevlogen. Ik heb veel geleerd en natuurlijk genoten van het studentenleven. Ik heb heerlijk een half jaar vakantie gehad, maand gebackpackt in Vietnam. Nu de volgende uitdaging, kooschappen. Weg met de vrijheid, spannend. Maar ik heb er veel zin in. Marijn Struilaert. Zijn hobby's zijn muziek, koken, wielrennen, schaatsen en reizen. Nienke Verbakel. Ik ben 20 jaar, woon nu 3 jaar in Maastricht op kamers. Naast mijn studie sport ik graag, spreek ik met vrienden af en drink ik graag een drankje. Na mijn backpackavontuur in Zuidoost-Azië afgelopen zomer ben ik hopelijk helemaal klaar voor de kooschappen. Merel Visser. Het komt goed, kuikentje. Kusjes, mama. Anne Willemijn Vlaken. Letty van Vliet. Als ik terugkijk naar de eerste dag op de universiteit 3 jaar geleden, heb ik een enorme ontwikkeling meegemaakt. Niet alleen het studeren, maar ook het studentenleven zijn voorbijgevlogen.
Ze zeggen dat het luxe studentenleventje nu helaas voorbij is. Dit betekent niet dat ik minder zal genieten tijdens mijn tijd in de kooschappen. Lisa Vrolijk. Mijn toekomstplan is om gynaecoloog te worden. Daarna houd ik erg van reizen, vooral in de tropen. Dit zou ik graag willen combineren met gynaecologie. Verder ga ik graag zeilen en een drankje drinken met vriendinnen. Naomi Vromen. Dion Wairata. Momenteel heb ik een tussenjaar om een reis te maken naar Indonesië. Back to the roots. Ondertussen help ik mee aan een onderzoek bij Mondriaan om mij alvast voor te bereiden op een wereld van de psychiatrie. Marley Wester. Hoewel vroeg opstaan voor saaie colleges en het zelf moeten schoonmaken van mijn kamer minder leuke kanten waren, kunnen ze niet op tegen de gezelligheid, de vriendinnen en soms zelfs leuke lessen die mijn bachelor hier in Maastricht onvergetelijk gemaakt hebben. Jessica Wolderink. Vanaf jongs af aan droomde ik er al van om kinderarts te worden. En de eerste stap is nu gezet, de bachelor geneeskunde. De tijd is voorbijgevlogen en ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor Maastricht. Ik heb namelijk niet alleen kunnen genieten van het prachtige studentenleven, maar ik heb ook geweldige studievriendinnen ontmoet. Goed, met het uitreiken van een diploma aan Jessica is de laatste diploma van deze sessie dan uitgereikt. Rest mij nog een aantal zaken te vertellen. Graag had ik dat jullie je diploma controleren op geboortedatum, naam en alle andere gegevens die daarop ingevuld moeten worden. Mocht er nou iets niet in orde zijn, of bijvoorbeeld als er iets ontbreekt, een cijferlijst of iets dergelijks, e-mail dan via ask.fhml. En jullie met al je ervaring in de ICT en dergelijke zullen wel weten hoe je daar kunt komen. Dan rest eigenlijk nog één ding, namelijk jullie nogmaals van harte te feliciteren namens de FHML. En om dit moment wat extra glorie bij te zetten, wil ik jullie vragen om, als ik het woord geslaagd zeg, dat jullie allemaal je pet in de lucht gooien en dan wordt er nog een mooie foto gemaakt. Dan, onder het uitspreken van de formule, als de fotograaf ook klaar is, met een groothoeklens denk ik. Ja. Lichting 2017, jullie zijn geslaagd. En hiermee sluit ik deze bijzondere vergadering. U wordt alle verzocht om hier langs de zaal te verlaten. En daar staat het nodige klaar.